Beste studenten, onderzoekers, potentiële stemmers. We gaan beginnen met het debat. Hier voor jullie allerlei Kamerleden en kandidaat-Kamerleden. Ik zal even snel door wat kleine dingetjes heen gaan. Wij leiden het debat. Dit is Tristan. Tristan? Ik ben David. Bedankt. We hebben 5 stellingen voor jullie. Over klimaat, vluchtelingen, onderzoek en onderwijs. En het zal altijd zo gaan dat 3 Kamerleden of kandidaat-Kamerleden hier naar voren komen. Gaan zeggen wat zij erover denken. Iedereen mag meestemmen. Dat gaat via de app Mentimeter. Ga daarvoor, pak je telefoon allemaal. Ga naar menti.com en vul deze code in. Dat is 40203. En dan kunnen jullie meestemmen. Misschien kan de eerste stelling al even op het beeld. Ja, dit gaan jullie dus stemmen. Deze partijen, blijkbaar. Oké. We gaan beginnen en dat doen we wel zo dat alle Kamerleden of kandidaat-Kamerleden zich even voorstellen. En nu mag ik kiezen wie als eerst mag en ik kies Jan Vos van de Partij voor de Arbeid. Op deze manier? Ja. Mijn naam is Jan Vos. Ik ben de afgelopen 4,5 jaar lid geweest van de Tweede Kamer voor de Partij van de Arbeid. En daar was ik verantwoordelijk voor energie en klimaat. We hebben in Nederland 5 van de 10 kolencentrales gesloten. We bouwen op dit moment het grootste offshore windmolenpark ter wereld op de Noordzee. Dankzij het regeerakkoord wat we hebben afgesloten met de VVD in 2012. We verdubbelen ieder jaar zo'n beetje het aantal zonnepanelen. Dus er is ongelooflijk veel bereikt. Daar ben ik buitengewoon trots op. En ik ben ook heel blij dat ik hier vandaag met jullie over het onderwerp mag praten. Heel leuk. We gaan door met de VVD, jullie coalitiepartner, Jeroen de Vet. Mijn naam is Jeroen de Vet, ik ben 38 jaar. Ik woon in Den Haag en ik werk in Zoetermeer bij een ondernemersorganisatie. Ik ben kandidaat nummer 44 bij de VVD. Let op de huidige peilingen, maar helemaal de peilingen hier is dat nog redelijk spannend. Maar daar gaan we in ieder geval hoe dan ook hard aan werken. In het dagelijks leven werk ik bij een ondernemersorganisatie. En het leuke is om even aan te sluiten bij Jan. Ik zit aan de andere kant van dat klimaatbeleid. De onderwerpen waar ik me bezig houd zijn transport en logistiek. En mijn organisatie is een van de partners in het CER-energieakkoord. Het energieakkoord dat onder leiding van Henk Kampen, de minister van EZ, tot stand is gekomen. Waarin we met elkaar ons verbonden hebben aan die ambitieuze klimaatdoelstellingen. Dus hier komen praktijk en politiek ook een beetje bij elkaar. En ik wil het daar ook vandaag over hebben. Fijn om hier te zijn, dankjewel. Dankjewel, Jeroen. Als volgende gaan we door met Huip van Essen van GroenLinks. Ja, goedemiddag allemaal. Huip van Essen, GroenLinks. Ik woon in Utrecht, ik ben 47 jaar. Ik heb ooit technische natuurkunde gestudeerd. En ik ben op dit moment statenlid voor GroenLinks in de provincie Utrecht. Ook op het gebied van energie, op het gebied van mobiliteit, milieu. En daarnaast werk ik op dit moment bij CE Delft. Dat is een adviesbureau in Delft. De naam doet het al een klein beetje vermoeden. En wij adviseren overheden, onder andere de Europese Commissie, maar ook ministeries in Nederland, maar bijvoorbeeld ook brancheorganisaties, onder andere de TLN en de RISE en de Kamer zelfs af en toe inderdaad direct. Maar waarover, want dat is natuurlijk interessant, op het gebied van duurzaamheid. En ik doe dat zelf op het gebied van verkeer en vervoer. En met name dus de verduurzaming van verkeer en vervoer. Oké. Snel door. Frank Wassenberg, Partij voor de Dieren. Ja, ik ben Frank Wassenberg van de Partij voor de Dieren. Ik ben bioloog. Ik heb in Utrecht gestudeerd. Ik woon in Zuid-Limburg, in Geleen. Ik ben in Limburg statenlid geweest van de Partij voor de Dieren 5 jaar lang. Ik heb 1 jaar in de Eerste Kamer gezeten. Dat was voor de vervanging van een ziek Kamerlid, Esther Ouwehand. In het jaar was ik woordvoerder op het gebied van energie, dierenwelzijn. Dus een paar belangrijke onderwerpen. En ik ben op dit moment werk ik als dierenbeschermer hier in Amsterdam bij de Koningin Sophia Vereniging tot Bescherming van Dieren. En daarvoor was ik beleidsmedewerker bij Proefdiervrij. Dus dat zijn ook echt een aantal onderwerpen waar mijn hart ligt. Dankjewel, Frank. De enige vrouw in ons midden vandaag op Internationale Vrouwendag. Woe! Marijn Bosman. Marijn Bosman, D66. Mijn naam is Marijn Bosman, ik ben dus van D66 en ik ben op dit moment gemeenteraadslid in Amsterdam. En daar hou ik me ook bezig met duurzaamheid. En onder andere heb ik daar opgezet
een actie op het gebied van belemmerende regelgeving. www.viesregels.nl. Daar, op basis daarvan konden mensen regels, oude regelgeving aanmelden om hun nieuwe groene initiatieven aan te passen. En op basis daarvan hebben we al 36 regels aangepast. Ook op landelijk niveau overigens, bijvoorbeeld salderingsregels. En daarnaast ben ik heel trots op D66, die net uit de berekeningen van het Planbureau voor de Leefomgeving eruit kwam als de grootste CO2-slayer. Want de meeste CO2 bespaart het D66-verkiezingsprogramma, dus daar ben ik heel trots op. Last but not least, Erik Smaling, SP. Ja, goedemiddag allemaal. Ik ben Erik Smaling, ik ben 59. Ik ben aan de Kruislaan opgegroeid, net aan de andere kant van het viaduct. Dus dat maakt het wel extra bijzonder om hier te zijn. Ik heb in Wageningen gestudeerd. Dat verklaart ook mijn groene profiel. Dus de SP is naast rood ook groen, onder andere dankzij mij. En ik ben via de universitaire wereld, ik ben hoogleraar geweest in Wageningen. Ik ben de tropen gewoond. En mijn hele politieke gevoel is eigenlijk geholpen in de jaren 70, kabinet Den Uyl, iemand als Jan Pronk, die toen heel erg visionair was over van waar moet het heen met de wereld en wat moet ontwikkelingssamenwerking betekenen. Zo ben ik politiek geïnteresseerd geraakt en 10 jaar geleden ben ik in de Eerste Kamer terechtgekomen en 4 jaar geleden overgestapt naar de Tweede Kamer. Dat is een gekke volgorde, zeker voor iemand die uit het universitaire milieu komt, waar de nuance toch moet regeren. In de Tweede Kamer moet je snel zeggen wat je vindt en dat moet dan ook nog ergens op slaan, dus daar doe ik mijn best voor. Dank jullie wel. Heel snel door naar de eerste stelling, want we lopen nu al uit. Ik denk dat we nog even gaan kijken wat het publiek tot nu toe wil stemmen. Kan iedereen de schermen zien? Even kijken. Jullie kunnen allemaal meestemmen vandaag met op welke partij je wil stemmen, of je voor of tegen de stellingen bent. Dus hou je telefoon bij de hand. Jeetje. We hebben tot nu toe 35 stemmen voor GroenLinks. Dus die staan er heel gunstig voor. Voor de PvdA, VVD en SP valt er toch nog wel veel te halen. Inderdaad, veel potentieel. Veel plezier allemaal vandaag. We gaan beginnen. Oké, Huip en Jan, willen jullie even gaan zitten? Dus we beginnen de eerste stelling met D66, Partij voor de Dieren en SP. Dus Erik, je mag erbij komen staan. Ik wil eigenlijk eerst aan jullie vragen. Wie vindt er hier dat klimaat te weinig onderdeel is van het publieke debat? Kijk, we hebben de goede stellingen uitgekozen, denk ik. En dan de tweede vraag. Wie is er vegetariër in de zaal? Veganist? Ook wel veel. Jeetje. In wetenschappelijke kringen is men het er behoorlijk over eens dat het niet goed gaat met het klimaat. De temperaturen stijgen wereldwijd en men probeert daar natuurlijk iets aan te doen. Grote vervuilers die klassiek worden genoemd zijn de transportsector, energiesector, waar we het later over zullen hebben, en ontbossing. Maar eigenlijk sinds een aantal jaar is daar de veehouderij bijgekomen. In 2006 al zei de VN dat de wereldwijde veehouderij meer broeikasgassen produceert dan de hele transportsector. En de afgelopen jaren is die productie eigenlijk alleen maar gegroeid. Een veelgenoemde methode om de vleesconsumptie in Nederland te verlagen is het duurder maken van vlees. Vandaar dat wij hier de stelling hebben, het btw-tarief op vlees moet van 6% naar 21%. En dit is natuurlijk het paradepaardje van de Partij voor de Dieren. Dus ik wil Frank vragen om van wal te steken. Ja, dankjewel. Laten we inderdaad eerst vaststellen dat vlees het meest vervuilende onderdeel van het milieu is. U noemde net al, de Verenigde Naties hadden gezegd dat de uitstoot van broeikasgassen, niet alleen CO2, maar vooral ook methaan, een heel sterk broeikasgas, groter is in de veehouderij dan in de gezamenlijke transportsector. De cijfers zijn nog een keer nagerekend. In 2014 is becijferd, ook door de Verenigde Naties, dat 1/7, 14,5% van de wereldwijde uitstoot te wijten is aan de veeteelt. Dus dat is een heel erg vervuilend onderdeel van het vlees. Daarnaast, wat ook heel erg speelt, is om de vlees, vooral de veestapel ook in Nederland te voeren, wordt op grote schaal regenwoud gekapt in Brazilië om daar sojaplantages neer te zetten. Dus niet alleen stoten die dieren heel veel uit, maar de groene long van de aarde wordt ook heel snel weggehaald. Een oppervlak van 7 keer Nederland en Brazilië wordt gebruikt om soja te kweken, om ons vee te voeren.
Dus de Partij voor de Dieren zegt, vlees is ook ongezond, dat zegt het RIVM. Onze overheid zegt, ongezond gedrag moeten we afremmen. Er zijn accijnzen op bijvoorbeeld alcohol, er is een accijns op roken, benzine, die wordt zeg maar extra belast. Ongewenst gedrag moeten we sturen en dat kan door een prijsprikkel. Partij voor Dieren zegt, zet die prijsprikkel ook op het meest ongezonde en het meest vervuilende onderdeel van ons dieet. En verhoog om te beginnen de BTW op vlees van 6%, wat nu is, naar 21%. En verlaag tegelijkertijd de BTW van de gezonde voeding naar 0%. Dus plantaardige voeding 0%. Oké, nou dat zijn echt heel erg veel redenen, Marijn, om die vleestaks in te voeren, geloof ik. Maar in het partijprogramma van D66 staat dat dat niet nodig is. Nee, nou ten eerste met eerste deel van het betoog ben ik het volledig eens. Als iedereen in Europa de helft minder vlees, zuivel en eieren zou eten, dan zouden we 40% van de CO2-uitstoot in Europa besparen. Dus vlees heeft zeker een enorm grote impact. Maar als je beleid neerzet, dan moet het wel werken, vindt D66. En als je bijvoorbeeld een vleestaks zou invoeren, hoe ga je dan een pizza afrekenen? Ga je dan de ham op de pizza apart wegen voor 21% en de tomaten voor 0%? Volgens ons is dat praktisch niet haalbaar. Ten tweede, als je biologisch vlees wordt dan nog duurder dan normaal vlees. En dat zou eigenlijk mensen afremmen die toch vlees willen eten om het biologisch te eten. Dus nog een praktisch argument. Maar daarnaast zie ik ook een ideologisch argument. Uiteindelijk ga je dan krijgen dat vooral de rijke mensen vlees gaan eten, de arme mensen minder. En die arme mensen die moeten al een hoop doen. Hè? Die hebben ook een goedkope auto. Die moeten anders auto gaan rijden. Die hebben een klein huis. Die moeten daar afval gaan scheiden. Die hebben een sociale huurwoning met een hoge huur. Die moeten daar extra huur gaan betalen. Dus als we die ook nog gaan lastigvallen met belastingen die niet werken, omdat ze praktisch niet haalbaar zijn, wat ik al eerder heb gezegd, zijn we nog verder van huis. Dus daarom is D66 tegen een vleestaks, maar wel voor minder vlees eten. We hebben andere ideeën voor, maar dat laat ik nu even voor de tijd. Oké, Erik, jij hebt daar zeker wat op te zeggen. Ja, ik denk dat een vleestaks een elitaire maatregel is. Typisch voor de Partij voor de Dieren en GroenLinks. Want het is gewoon een BTW-maatregel. En mensen met een kleine portemonnee die hebben het meeste last van belastingen zoals BTW. En dat moet je niet doen. Je moet bijvoorbeeld een systeem van diervergunningen invoeren, waarmee je garandeert dat de dieren die in Nederland voor de consumptie worden gehouden, dat die een duurzaam leven leiden. Dat werkt beter. Daarmee kun je de hele kwaliteit van de veestapel ook verbeteren en tegelijkertijd ook de kwantiteit verminderen. Daar is behoefte aan. En verder, ja, mensen met veel geld die eten meer vlees. Die stoten meer CO2 uit. Die gaan vaker op vakantie. Die hebben 2 auto's, die hebben een groter huis. Dus de maatregelen moeten niet gericht zijn op het faciliteren van het rijke deel van de bevolking, maar op het helpen van het arme deel van de bevolking. Dus een vleestaks, dat moet je niet doen. Oké, dank jullie wel. Nu we iedereen zegje hebben gehoord, gaan we denk ik even kijken bij de andere partijen wat die ervan vinden. Dus gebruiken jullie vlaggetjes. Moet er een hoger btw-tarief komen voor vlees? Even kijken, we zien de VVD is tegen, GroenLinks is voor, PvdA is tegen. Oké, en dan gaan we ook even kijken bij het publiek wat jullie vinden. Dus als we doorgaan naar de volgende stelling, kunnen jullie invoeren op je telefoon wat je hiervan vindt? Dat gaat hard. Jan Vos verandert van mening. Oké, ik denk dat het zo wel duidelijk is. Het publiek hier is overwegend voor het verhogen van de belasting op vlees. Marijn, het lage btw-tarief op vlees komt uit de wet op omzetbelasting uit 1968. Daar staan allerlei luxe producten in die wel hoog belast worden. Allerlei basis... hoe noem je dat? Luxe versus bij, ja. Die wel laag belast worden. Problemen met dat is moeilijk te belasten, dat is niet moeilijk te belasten, die hebben we toch nu al? Ik bedoel.
D60 is ook absoluut voor een versimpeling van het belastingstelsel. En wij denken juist dat een belasting op vlees, waardoor je dus een pizza, verschillende dingen op de pizza apart moet wegen, het niet simpeler maakt. En bijvoorbeeld in ons huidige belastingstelsel is het geloof ik zo dat kattenvoer onder 6% en caviavoer onder 21% valt. Of zo. Dus het is, we hebben inderdaad een heel gek belastingstelsel, absoluut mee eens. Of een 21% voor de ham op de pizza een versimpeling is, daar zou ik nog wel wat tegenargumenten voor weten. Oké, Frank, jij wil reageren. Nou, het argument dat het moeilijk is, dat bestrijd ik. Want als ik een pizza koop in de winkel, dan staat er tot 3 cijfers achter de komma hoeveel ingrediënten erin zitten. Dus dat is heel makkelijk te berekenen. Maar daarnaast is het zo dat, kijk, mensen met een lage opleiding die roken ook over het algemeen meer. Dat is ook heel erg ongezond. Maar daar wordt ook gestuurd op toch een andere vorm van gedrag. Ook om te zorgen dat die mensen gezonder blijven. Bovendien is het zo dat wij als belastingbetaler heel erg veel meebetalen aan die hele vleesindustrie. Er is nou een regeling waarbij 38 miljoen wordt uitgegeven aan boeren om hun koeien, die ze 2 jaar geleden massaal hebben gefokt, omdat het toen even kon, waardoor nu veel te veel melk wordt geproduceerd, is nu 38 miljoen uitgetrokken, belastinggeld, om de koeien naar de slag te voeren. Dat zijn allemaal... dat is allemaal geld wat wij met z'n allen betalen. Dat is belastinggeld. Als je kijkt naar de bestrijding van dierziektes, die heeft in 15 jaar tijd 5 miljard euro gekost. Dat is ongeveer 50 euro per belastingbetaler per jaar. Allemaal belastinggeld. Dus maar dit zijn allemaal heel goede punten die niets te maken hebben met een vleesbelasting. Natuurlijk wel, want wel je moet uiteindelijk van de komma. Het punt van de komma. We kunnen het inderdaad gewoon uitrekenen. Zeg je hier allemaal technische mensen, die doen dat graag voor je. Het staat er gewoon op jouw pizzadoos. Ja, op een diepvriespizza, maar niet op een pizza van de pizzaboer. Daar weet je het ook van. En daarnaast staat mijn argument op het gebied van biologisch vlees en op het gebied van draagvlak onder 60% van Amsterdam, die rond het minimum leeft, staat ook nog steeds. En volgens mij moeten we die ook meekrijgen. Nog heel even over het duurder worden. Kijk, als je naast die btw-verhoging ook nog bijvoorbeeld een kleine vleestak zou invoeren van voor 2 euro per kilo, dat betekent dat vlees van de kiloknaller van 3 euro naar 5 euro gaat. En het biologisch vlees gaat dan bijvoorbeeld van 15 euro naar 17 euro. Dat is een veel minder grote stijging, maar dat betekent dat je het ook aantrekkelijker maakt om dat biologisch vlees te kopen in plaats van de kiloknaller. Ja, er zijn ook in andere landen is dit geprobeerd. Het blijkt ook gewoon dat het niet werkt. Hè? De respons in het koopgedrag op zo'n belastingverhoging die is er niet of nauwelijks. Dus het is geen op voorhand succesvol instrument. Maar die kiloknaller, daar moet je natuurlijk wel wat aan doen. Maar je moet ook in die hele keten van boer tot en met supermarkt, moet je die supermarkten ook aanpakken. Dat die niet helemaal in zo'n race to the bottom de producten zo goedkoop aanbieden dat iedereen die daarvoor zit in de keten eigenlijk... nauwelijks nog zijn broek kan opbouwen. Dat werkt wel en dat moeten we denk ik allemaal doen. Ja, bij D60 vragen we ons af, willen wij nou in Europa de grote massaproducent zijn met boeren die elke maand opnieuw nieuwe boeren failliet gaan, grote massaproducent voor de hele wereld? Willen wij kwaliteitsproducten voor Europa produceren, waar je biologisch goed voor dierenwelzijn zorgt? En D60 kiest voor dat laatste en daarvoor moeten we de inkoopkracht van boeren versterken. Maar een vleestaks gaat daar zeker niet bij helpen. Een laatste woord. Ja, we zitten nu in een hele rare situatie. Als ik een sojaburger koop, betaal ik daarvoor meer dan een echte hamburger van de kiloknaller. Maar voor die sojaburger is wel, daar zit meer soja in dan in de sojaburger die ik koop. Sorry, in de echte hamburger zit meer soja dan in de sojaburger die ik koop. Dat is natuurlijk ook een hele rare situatie. Het heeft allemaal te maken met subsidies. En dat is de reden waarom we zeggen, maak nou die sojaburger wat goedkoper, verlaging van plantaardige btw, en maak nou het echte vlees wat duurder door een verhoging van de btw. Oké, duidelijk. We vragen de partij even te gaan zitten en de anderen naar voren te komen, want we gaan door naar de tweede stelling. Mag ik een plaatje? Ja, het gaat over... Ja, dankjewel. Applausje. De vleestaks of het btw-tarief op vlees, of dat er komt of niet, dat lost niet meteen het hele grote probleem van klimaatverandering op. Je kunt je ook afvragen of we dat probleem dus wel bij die consumenten moeten leggen. Moeten we niet gewoon die grote, hele vervuilende kolencentrales dicht doen? Nou, hier is een mooi plaatje, de volgende, kolencentrale in de Eemshaven, 2015 opgeleverd, 1,5 gigawatt, dus de grootste van Nederland. En we vragen ons af, moeten die niet gewoon dicht? Deze dicht, alle dicht. Daarom ook de volgende stelling. Alle kolencentrales moeten zo snel mogelijk dicht. En Jan Vos, brand los. De kolencentrales in Nederland moeten inderdaad zo snel mogelijk worden gesloten. De afgelopen 4 jaar
hebben we 5 van de 10 Nederlandse kolencentrales hebben we al gesloten. En de Partij van de Arbeid heeft 2 wetsvoorstellen ingediend bij de Tweede Kamer om de resterende kolencentrales ook te sluiten. 2 centrales per 2020 en die spliksplinternieuwe per 2030 ook gewoon dicht. En dat kan, want we hebben in Nederland gascentrales die uitstaan. En we bouwen op dit moment het grootste offshore windmolenpark ter wereld op de Noordzee. Dus we hebben alternatieve vormen van duurzame energie. En het is oliedom dat mensen in de politiek hebben besloten om nog kolencentrales te bouwen in de afgelopen jaren die nu worden geopend. Terwijl we al zo lang weten dat het klimaatprobleem ons dadelijk compleet gaat nekken. Het is net zo dom als wat er in Groningen is gebeurd. In 1993 wisten we al dat er aardbevingen waren. En het heeft tot 2012 geduurd voordat politici ingrepen. Dat gaat over gascentrales. Ja, maar het gaat wel ook over fossiele energie. Zeker. En het is precies hetzelfde verhaal. Politici houden te lang hun ogen dicht omdat ze geen acuut probleem hebben. En wij moeten echt druk uitoefenen om zaken te veranderen. En keihard knokken om dat voor elkaar te krijgen. Waarom moeten we dan in godsnaam wachten tot 2030? Omdat politiek nou eenmaal zo werkt dat je een meerderheid nodig hebt. En D66 bijvoorbeeld zit daar braaf op het bankje. Maar die wil dat amendement niet tekenen. Omdat ze bang zijn dat de lastendruk voor het MKB te hoog wordt. Nou, het is flauwekul natuurlijk. Maar ik probeer een compromis te bouwen. Dat is flauw. Maar de VVD wil je helemaal niet weten. Want die hadden het liefst als met Even huip. Die kolencentrales moeten inderdaad dicht. En 2030 is wat betreft GroenLinks echt veel te laat. Het kan sneller. En wat er gaat, zou ik niet... Maar jij hebt het amendement ook niet ondertekend. Ja, ik zat niet in de Kamer zelf. Dus Jesse Klaver heeft gezegd, die wil we onderhandelen. Ik wil graag eventjes duidelijk maken waarom wat ons betreft die kolencentrales heel snel dicht moeten, maar ook kunnen. In de eerste plaats, Nederland is natuurlijk helaas nog steeds het vieste jongetje in de klas in Europa. En waar heel veel andere jongens en meisjes in die klas hun leven langzaamaan beginnen te beteren. Blijft Nederland een beetje achter en een beetje stilzitten. Sterker nog, de hoeveelheid kolen die wordt gebruikt voor elektriciteitsopwekking is in Nederland de afgelopen 5-10 jaar enorm gestegen. En dat is bewust beleid geweest ooit, voor mij van minister Brinkhorst ooit. Die heeft er nog voor gekozen om nieuwe kolencentrales te bouwen. Heel erg jammer. Ze kunnen dicht, ze moeten dicht. Want kolenstroom is ongeveer 2 keer zo vervuilend dan stroom van aardgas. En die aardgascentrales, collega zei het al, die staan gewoon klaar. Die zijn op dit moment ongebruikt, omdat die aardgascentrales nu niet rendabel zijn. Dan moeten we veranderen, we moeten gewoon zorgen. Dat kan in 4 jaar tijd, geen enkel probleem, kunnen die kolencentrales allemaal dicht. Is ook doorgerekend door het ECN, CE Delft, andere bureaus. En die laten ook gewoon zien dat het gewoon kan. 4 jaar tijd, zeg je. 4 jaar tijd kan het om. En dat is ook voor een goede reden. Kijk, we hebben met elkaar het klimaatakkoord ondertekend. En volgens mij ongeveer alle partijen hier die zeggen ook van ja, daar moeten we ons aan houden. Maar als je vervolgens kijkt naar de doorrekening van de programma's, dan verreweg de meeste partijen, helaas ook de Partij van de Arbeid, haalt de doelstellingen van Parijs bij lange na niet. Uiteindelijk betekent het ook boter bij de vis en echt het roer moet om. Ja. Daar wil ik nog even op ingaan. Jeroen, doet hij het? Horen jullie mij goed? Oké. In het klimaatakkoord van Parijs is ook afgesproken dat de rijke landen het voortouw moeten nemen. Op welke manier wil de VVD dat gaan doen? Zal ik het even op mijn eigen manier doen, zoals de heren naast mij ook? Ik kom uit Roosendaal oorspronkelijk. Jesse Klaver, die bij jullie heel erg populair is, die komt ook uit Roosendaal. En die is ook alleen door zijn moeder opgevoed. En die woont nu ook in Den Haag. Sterker nog, we wonen een paar straten bij elkaar vandaan. Toch heb ik niet zoveel met zijn partij. Maar ik moet GroenLinks wel 1 groot compliment maken. Want het mooie aan ons partijstelsel is, ik ben 38 jaar, ik behoor tot een andere generatie en heel veel andere politici. En ik ben opgegroeid met het idee dat we inderdaad urgentie moeten hebben bij het aanpakken van het klimaatprobleem. Maar ik ben ook VVD'er. Bepaalt dat? Dat is een lastige combinatie. Dat is dus helemaal geen lastige combinatie. Want de VVD is bij uitstek een partij die gaat voor oplossingen die werken. En we weten allemaal dat de meest effectieve maatregelen die we kunnen nemen om de klimaatafspraken van Parijs te halen, die zitten hem in 2 dingen, internationaal. En dan komt hij. Want al die partijen die zeggen dat ze zo trots zijn op die doorrekening van hun programma's, die vergeten 1 ding erbij te zeggen. De internationale maatregelen die het meest effectief zijn, die worden niet doorgerekend. En die zitten wel in het VVD-programma. Dat gaat namelijk over het aanscherpen van de emissiehandel. Dat betekent dat je bedrijven meer laat betalen in de toekomst voor de uitstoot. Kijk, wij kunnen hier in Nederland wel kolencentrales sluiten.
Overigens, die 5 die nog open zijn, dat zijn de schoonste van Europa. We kunnen die hier sluiten met als risico dat ze in Polen geopend worden. En ik hoef jullie niet uit te leggen dat CO2 zich niet beperkt tot de landsgrenzen. Dus dat betekent dat het naar Polen verdwijnt. Dat we voorlopig geen dekkend alternatief hebben. Dat heeft het kabinet in een brief nog geschreven. Ook staatssecretaris Dijksma heeft haar handtekening daaronder gezet. Wijs ik mijn collega van de Partij van de Arbeid op. En dat betekent dus dat die werkgelegenheid verdwijnt en dat we nog geen volwaardig alternatief hebben. We moeten wel alternatieven creëren, hè? Even geen misverstand erover. En dat gaan we dus ook doen. Wind op zee is een hele goeie. Daarvan zijn de kosten, zo is ook gebleken afgelopen jaren, die vallen lager uit. Ja. Alleen wind op zee is voor die paar komende jaren die er aankomen, is dat niet een oplossing, want is de business case niet rond en ligt het risico bij de overheid. Maar mag ik hem even afronden? Het tweede wat we moeten doen, met die, behalve die emissiehandel en dat aanscherpen en uit de markt halen van rechten, waar de VVD geld voor heeft vrijgemaakt. Ja. Het tweede wat we moeten doen is bronbeleid. Ik zit in de sector transport en logistiek. Daar is geen enkele maatregel in de afgelopen tientallen jaren zo effectief geweest dan de verplichting aan autofabrikanten om schonere auto's en vrachtauto's te maken. Oké. Weten we allemaal. Dat werkt. Ja. Jan fluistert mij toe dat meneer van de VVD allemaal onzin vertelt. Dus jullie allebei een halve minuut om te zeggen wat hier niet aan klopt. Nou, kijk, toen ik in 2012 in de Tweede Kamer kwam, toen dacht de partij van de VVD, die dacht dat het klimaatprobleem niet bestond. De VVD was toen zeg maar een beetje Trump. En als je het niet gelooft, google het straks maar even na. En Henk Kamp, die werd minister van Economische Zaken, die moest al die duurzame energieplannen uitvoeren die Diederik Samsom in het regeerakkoord had geschreven. En die dacht, ja, hoe moet ik nou dat doen? Want ik moet natuurlijk een draai maken. Dus die zei, ja, ik heb eens even alle klimaatexperts uitgenodigd op het ministerie. Dat zei hij in de Tweede Kamer. En ik heb er goed naar gekeken en het klimaatprobleem bestaat. Ik heb het vermoeden dat dit langer dan een half minuut gaat duren. Sindsdien is dus de VVD niet meer een klimaatontkenner. En nu wordt er hard gewerkt aan onder andere die windmolens op zee. En de kostprijs daarvan is omlaag gegaan van 24 cent naar 5,5 cent per kilowattuur. Maar er is nul risico voor de overheid. Dat is door commerciële partijen wordt dat risico gedragen. En daar ligt onze toekomst. Bij duurzame, schone energie. En niet bij verhaaltjes over het ETS en samenwerking in Europa. Want die Polen die ook in Europa zitten, die houden elk effectief plan daartegen. We moeten gewoon actie ondernemen, nu. En we moeten ervoor zorgen dat we concurreren met groene, schone, nieuwe producten. Waarmee we geld verdienen en schone energie produceren voor de toekomst. Ja. Nou, volgens mij hebben we nu Tweede Kamerverkiezingen en geen verkiezingen voor het Europees Parlement. En ja, Europa is heel belangrijk. En als je kijkt naar de groene fractie in het Europarlement, dan wil die daar ook veel verder in gaan dan de liberale fractie. Dus wat dat gaat, ook meteen een stemadvies voor de volgende Europarlementsverkiezingen. Nee, wat denk ik heel tekenend is, is wat hier gebeurt. Dat als het klimaatprobleem echt aangepakt moet worden, dat we heel gauw wijzen naar andere landen, naar andere sectoren. Dat zie je overal terug. De gemeente die zegt het moet van het Rijk komen. Het Rijk zegt nee, het moet vanuit Europa komen. Europa moet zeggen nee, het moet weer van de gemeentes komen. En uiteindelijk gebeurt er geen bal. In ieder geval veel en veel en veel te weinig. En zeker in Nederland. Nederland bungelt achteraan. En in feite wat de VVD nu zegt, ja, we bungelen achteraan, we kunnen wel wat doen, maar is het niet handig als we toch eerst even die andere landen wat doen? Maar, dat is een heel verkeerde voorstelling van zaken, want in Nederland lopen we al achteraan. We moeten nu echt een been bijtrekken en maatregelen gaan nemen. Ik zei niet dat er geen business case is voor windmolens. Ik zei alleen dat er een probleem is op de korte termijn om die business case rond te krijgen. Dat heeft het kabinet ook in een brief bevestigd. Maar waar het om gaat, kijk, natuurlijk, nogmaals, CO2 houdt zich niet aan landsgrenzen. Dus je zult internationaal iets moeten doen. Absoluut. Maar ik vind het onacceptabel, ook vanuit mijn huidige rol. Wij zitten met alle milieuorganisaties, werkgeversorganisaties, grote energiebedrijven, transport- en logistieksector. Zitten wij week in, week uit, met gemeentes, met provincies, met minister Kamp, met Ed Nijpels als voorzitter van de commissie die de boel leidt. Zitten we te praten over wat wij met elkaar hier in Nederland kunnen doen. En dan komt de hele werkelijkheid om aan de ene kant de economie draaiende te houden, werkgelegenheid te houden, MKB mee te laten bewegen met de ontwikkeling die we met z'n allen moeten maken. En dan zegt u dat we met z'n allen te weinig doen. Wij doen ons stinkende best met elkaar. Maar het MKB moet ik denk dat we zo moeten gaan afronden met deze stelling. Het MKB moet het kunnen waarmaken, die moeten mee kunnen komen. Het gaat om een beweging, mensen. Ik bedoel, met alle respect, Jesse Klaver heeft het in zijn verhalen over een beweging. En daar heeft hij gelijk in een beweging. Maar degene die een beweging op dit moment in gang aan het zetten is,
is de minister van de VVD, minister Kamp. Oké, okay, dank jullie wel. Ik denk dat het, nee, dat was het. We moeten nog even naar het scherm kijken. We hebben helaas geen tijd meer om door te gaan. Het publiek is het grotendeels eens met de linkse partijen op het podium. De kolencentrales moeten zo snel mogelijk dicht. En ik ben ook nog heel benieuwd wat de partijen op de bank ervan vinden. Moeten de kolencentrales zo snel mogelijk dicht? Ik denk dat we hier woonkamermeerderheid voor gaan vinden. Oké, door naar de volgende stelling. Ja, de Verenigde Naties voorspellen dat in 2050 enkele tientallen miljoenen mensen hun huis en haard moeten verlaten door de gevolgen van klimaatverandering. We gaan het hebben over oplossingen. Oplossingen van de vluchtelingenstroom, zoals die wordt genoemd. We zitten toch zeker niet te wachten op een nog grotere vluchtelingenstroom dan. We moeten het in ieder geval in 2050 goed voor elkaar hebben. Ik heb wat chockerende foto's hier achter mij gezet. Dat is vooral om mij te helpen bij dit introductiepraatje. Kan die nog eentje terug? Ja, hier zien we dus het bootje wat we zo vaak zien. Ons ethisch kompas, helemaal andere kanten op. En nu weer die andere. Hier de vluchtelingen over de Balkanroute. Kunnen niet naar het land waar ze heen willen. Doen het toch, dan maar te voet. Op de grens van Europa komen dus heel veel vluchtelingen binnen. En dat moet vaak via hele gevaarlijke routes. Maar wat moeten we met deze arme gelukzoekers? Wie is verantwoordelijk in dit probleem? Is dat de Europese Unie? Europees probleem. Maar we maken toch zeker deel uit van die Unie. En als Europa dit niet oplost, moeten we het dan zelf doen? Nou, daar gaan we het over hebben. En we gaan het erover hebben met Marijn Bosman van D66. Huib van Essen, mag weer terug. En Jeroen de Vet van de VVD, die blijft staan. De stelling is, vluchtelingen moeten bij diplomatieke posten van de EU asiel kunnen aanvragen. D66, jullie mogen eerst. Ja, vlaggetje omhoog. Ja. Nou, als deze stelling inderdaad inhoudt dat vluchtelingen op EU-grensposten aan de buitengrenzen asiel moeten aanvragen, dan zijn wij zeker voor. Op dit moment reizen er talloze vluchtelingen ongeregistreerd door Europa. Dat geeft Europeanen een heel onveilig gevoel. Dat geeft die vluchtelingen een ontzettend onveilig gevoel. Het maakt hun procedure veel te lang. En dat leidt eigenlijk voor iedereen tot een probleem. D66 wil goede registratie aan de buitengrenzen. Dan kun je ook kijken of iemand nou uit Syrië komt of uit Egypte. Uit Egypte zul je geen verblijfsvergunning krijgen volgens de regels die we nu hebben. Dus dat heeft dan geen zin. Dus als het een Syriër is, kan die gelijk opgenomen worden. Hoeft hij ook niet zo ontzettend lang in de noodopvang te zitten. Kunnen we gelijk gaan kijken waar heeft iemand familie zitten. Want als iemand familie heeft in een bepaald land, dan heeft dat ook een hogere kans op integratie. Dus kunnen we kijken naar de wens van de vluchteling zelf. En zo kun je iemand veel sneller opnemen in de Europese gemeenschap. En dat is voor iedereen beter. Dus een vluchteling is welkom, zeg jij? Absoluut. En hij hoeft niet meer op het bootje, want hij kan gewoon naar de grens gaan. Daar staat zo'n post, daar meldt hij zich aan. Nou, dit zijn in principe oorlogsvluchtelingen. Dus ik denk niet dat ze gewoon naar de grens gaan met een backpack. Dat zijn mensen, die grensposten die zitten bijvoorbeeld ook in Griekenland. Oh, die zitten wel in Griekenland, dus ze moeten wel eerst op de boot. Nou, op dit moment is er nog maar één operationeel. Ja, wat de stelling is bij diplomatieke posten van de EU ook buiten de EU. Dus bijvoorbeeld in Turkije, daar bij de Nederlandse ambassade, formuliertje invullen. Dan hoef je de boot niet op. Zijn jullie daarvoor? Nou ja, in principe aan de buitengrenzen zijn we daarvoor. Want anders dan kun je ook niet goed een verdeelsleutel afspreken met andere landen. De stelling die ik heb ontvangen ging overigens over buitengrensposten. Excuus. Sorry, anders had ik even achter moeten lezen. Ja, ik denk dat we het allemaal hierover eens zijn. Dat het natuurlijk echt een onvoorstelbare tragedie is die zich afgelopen jaren ontrold heeft. En ik denk dat we ook niet de illusie moeten hebben dat wij hier dat even zo met een paar maatregelen kunnen oplossen. Want het is echt een onvoorstelbaar hardnekkig probleem dat ik denk in de kern te maken heeft met dat natuurlijk de welvaart in de wereld enorm scheef verdeeld is. En inderdaad ook te maken heeft met natuurlijk enorme conflicten. Zoals nu in Syrië, zoals in
in de Hoorn van Afrika. En ja, dat zijn wel conflicten die gewoon het gevolg, tot gevolg hebben dat enorme vluchtelingenstromen op gang komen. En de vraag is wel, hoe reageren we daarop? En we zijn als Nederland een van de rijkste landen in de wereld. En ik vind dat we daarom ook echt onze verantwoordelijkheid moeten nemen. En dat betekent onder andere, tot aan 2003 hadden we inderdaad de mogelijkheid als Nederland dat voor acute gevallen vluchtelingen in hun eigen land bij inderdaad een diplomatieke post, dat heette destijds een humanitair visum, konden aanvragen. En dat ging echt ook, dat is dus, zo zou het ons betreft ook moeten zijn, om echt acute gevallen. En dat kan inderdaad helpen om in ieder geval een deel van het probleem op te lossen. Om te zorgen dat de meest extreme gevallen, dat die mensen ter plekke dat kunnen regelen. En uiteraard, die eisen moeten daar streng voor zijn. Maar dat is wat ons betreft wel een hele belangrijke stap. Dat is niet het enige. Er is natuurlijk nog veel meer nodig om deze crisis op te lossen. Zo zijn wij ook voor veel meer investeren in opvang in de regio. Ik bedoel, iedereen die heeft zijn mond ervan vol dat het belangrijk is. Maar daar hangt natuurlijk ook een prijskaartje aan. Nou, wij willen daar zeker ook aan meebetalen. Ja, en bijvoorbeeld voor mensen die hier al zijn, zo'n kinderpardon. Ik vind het eerlijk gezegd nogal gênant dat we dat nog steeds niet op een fatsoenlijke manier geregeld hebben. Ja, dus daar maken we ook echt een andere keuze dan het huidige kabinet. Jeroen, volgens het programma van de VVD willen jullie liever helemaal geen vluchtelingen, niet op boten, gewoon hier niet laten inburgeren, maar willen jullie vol inzetten op opvang in de regio? Ja. Hoe gaan jullie dat humanitair en op een ethische wijze doen? Ja, kijk, wat Huip net zei, eerst nog gewoon even een persoonlijk ding. Ik bedoel, je kunt de tv niet aanzetten en de beelden zien zonder daar heel stil en heel droevig van te worden. Ik bedoel, en gelukkig staan wij hier allemaal met partijen die dat met elkaar eens zijn. Ik vind dat wel belangrijk, want als ik heel eerlijk ben, ik spreek ook mensen op straat in Den Haag, in de Schilderswijk of waar dan ook. Ik was op de Grote Markt, nou, we zijn allemaal op pad. En dan hoor je ook mensen zeggen, ja, die hebben niks te zoeken en ze motten maar wegblijven. Van die school ben ik dus niet. Maar we kunnen ook niet alles hier in Nederland doen. Kijk, in feite als je zegt, meld je maar bij een diplomatieke post in Nederland. We weten ook allemaal overigens dat er mensen bij die vluchtelingen zitten die weliswaar aanleiding hebben om een beter bestaan te zoeken, maar die geen politieke vluchteling zijn. Dat is ook een deel van de werkelijkheid. Het gaat nu even om politieke vluchtelingen. Zeg maar, kijk, vluchtelingen volgens de VN. Politieke vluchtelingen, en daar hebben wij een verdrag voor getekend, en dat verdrag staat als een huis, die zijn hier in beginsel welkom. Maar je hebt ook te maken met het draagvlak in de samenleving. We hebben de uitwassen daarvan gezien. Dus hebben we als VVD gezegd, plan van mijn collega-kandidaat Malik Asmani, en Mark Rutte is daarvoor heel Europa afgereisd. We moeten als Europa afspraken maken met buurlanden van de landen waar het onveilig is. Zoals met Turkije. In heel veel opzichten geen plezierig land. Maar je moet af en toe in de politiek internationaal zeker zaken doen met mensen die niet plezierig zijn. En afspraken maken over opvang in de regio. Dat is verreweg het beste. En het is, zorgt ook dat het draagvlak blijft in ons land. Maar in Europa ook voor het blijven opvangen van politieke vluchtelingen die hun weg naar hier wel vinden. Want uiteindelijk, een vluchtelingenstroom van 500.000 waarmee wij te maken hadden in 2015, hebben we nu teruggebracht naar de helft daarvan. Dat was ook echt heel erg hard nodig. Nogmaals, natuurlijk wil je het beste voor de mensen die echt vluchten voor geweld. Maar je wil ook dat die mensen hier een toekomst hebben als ze het recht hebben hier te zijn. En je wil dat het draagvlak is in de samenleving. Wir schaffen das is makkelijker gezegd dan gedaan. En een deel van Wir schaffen das is ook internationale samenwerking en opvang in de regio. En daar blijven we ons in de toekomst voor inzetten. Huip. Wil jij daarop reageren? Ja, zeker. En Marijn, wat kan dat? Nou, kijk, wat ik hoor zeggen is, we kunnen in Nederland niet alles oplossen. Dat is waar. Maar we kunnen wel heel veel meer dan we nu doen. En wat ik eerlijk gezegd echt wel ontluisterend vind, is dat er in de sneeuw, in tentenkampen, mensen in echt erbarmelijke omstandigheden leven in Griekenland. Terwijl hier we nog niet eens de afspraken nakomen die we in Europees verband hebben gemaakt. En asielzoekerscentra, capaciteit die we met elkaar geregeld hebben. Inderdaad, dat gaat niet makkelijk, erken ik. Maar die capaciteit die staat gewoon leeg. En dat vind ik echt wel heel erg verontrustend, of eigenlijk beschamend voor een land als Nederland. Huip, het doel is toch niet zo. Het doel is niet zoveel mogelijk asielzoekerscentra vol krijgen. Nee, maar het doel is wel dat we onze afspraken nakomen. In 2015 moesten mensen worden opgevangen in kwetsbare wijken, in steden, in dorpen, in mensen die zich daar zorgen maakten. Nogmaals, of die zorgen terecht zijn, is een tweede.
Maar dat zet wel een gemeenschap onder druk. Dat was toen aan de orde, dat hebben we nu gereduceerd, dat is belangrijk. Maar, okay. Maar wij komen onze afspraken niet eens na. Ik bedoel, wat denken we van Oost-Europese landen die natuurlijk qua levensstandaard enorm veel lager zitten dan ons? Als wij al niet eens onze afspraken nakomen, dat kunnen we toch niet maken? Ik vind het echt ontluisterend. Okay. Het laatste woord is voor Marijn en dan moeten we weer door. Heel kort. Ik ben natuurlijk absoluut eens met het benoemen van de problemen en alle emotie die je bij het vluchtelingenvraagstuk voelt. Maar we moeten het ook oplossen met oplossingen die werken. Precies. En ten eerste zou ik zeggen, al die ongeregistreerde vluchtelingen die nu door Europa zwerven, of die van noodopvang naar noodopvang met duizenden bij elkaar door dorpen worden gesleept per dag, dat is natuurlijk voor iedereen, dat is voor niemand leuk. Niet voor de vluchtelingen, niet voor de mensen die daar wonen. Dus wat D66 graag wil, is veel meer permanente opvang. Dus dat je ook gewoon als kabinet zegt, jongens, we weten dat ze komen, de vluchtelingen. We zeggen dat ook tegen de Nederlanders. We gaan nu permanente opvang regelen, veel kleinschaliger. Dan heb je veel meer rust. Ten tweede, niet elk dorp staat op zijn kop van de vluchtelingen. In Amsterdam bijvoorbeeld, ik ben gemeenteraadslid in Amsterdam. Nou, wij krijgen nauwelijks boze mailtjes. Wij krijgen alleen maar mailtjes van mensen, kunnen we eten langsbrengen? Mogen we met de kinderen spelen? Er is een wachtlijst voor vrijwilligers. Ja, en ten derde wil ik nog aangeven dat ook taalles vanaf dag 1. Wat dit kabinet niet wil, is dat vluchtelingen die in de noodopvang nog wachten eigenlijk op hun verblijfstatus al taalles krijgen. Omdat ze denken, oh, dat heeft een aantrekkende werking. Want als iedereen Nederlands leert, dan is het zo geweldig. Dan krijgen we hier een enorme tsunami van vluchtelingen. Dat is de enige reden waarom ze hier zouden komen. Maar dat is natuurlijk niet waar. Want wat we in Amsterdam doen, want het kabinet wil het niet betalen. In Amsterdam hebben we besloten om dat zelf te betalen. We hebben hier ontzettend weinig. Hè? Want overigens, vorig jaar hebben wij 60.000 oorlogsvluchtelingen opgevangen in Nederland. Dat is evenveel als de stad Berlijn in datzelfde jaar. Dus we ontvangen ontzettend weinig op. Maar in Nederland 648 vluchtelingen hebben we hier in Amsterdam opgevangen. Daarvan hebben we nu 645 een baan of een opleiding. Doordat Amsterdam zelf een programma heeft opgestart waarin ze een assessment krijgen. Ben je klantvriendelijk? Wat is je EQ? Wat kun je doen? En taalles. En drie daarvan zitten in de zorg omdat ze gewoon niet iets anders kunnen omdat ze zo getraumatiseerd zijn. Terwijl in het systeem van het kabinet raakt 65% direct in de bijstand. Dus ik zou zeggen, taalles vanaf dag 1 is ook veel beter voor de integratie. Jeroen, je hebt precies 20 seconden te zeggen waarom of er taalles vanaf dag 1 moet komen. 20 seconden, ik tel. Als mensen hier legitiem zijn en hier een recht hebben op een plek in Nederland, is de bedoeling dat ze zo snel mogelijk integreren. Dag 1? Als op het moment dat je hier, terecht bent, op het moment dat is vastgesteld dat je een vluchteling bent en een status bent, dan is de bedoeling dat je hier gaat meedoen. Anders nog niet. Dankjewel. 20 seconden. Dan gaan we kijken naar de bank. Wat vinden de partijen op de bank ervan? Vluchtelingen moeten zich bij diplomatieke posten van de EU kunnen melden. Wat vinden de partijen op de bank ervan? Erik, Jan? Ik zie groene vlaggetjes. Ja, allemaal groene vlaggetjes. En wat vindt het publiek? Dat gaat hard. Ik vraag zo meteen of die twee mensen wat willen drinken. De Amsterdammer heeft een groot hart, volgens mij. We gaan door. Volgende stelling. Oké, dan gaan we het nu hebben over iets wat dichter bij huis is. Namelijk het wetenschappelijk onderzoek. Hier aan de UvA werken bijna 2800 wetenschappers. En die zoeken iedere dag de kennis van de grenzen van de kennis op. Er wordt prachtig onderzoek gedaan. Zo heeft bijvoorbeeld Erik Verlinde onlangs werk gepubliceerd dat tart aan het werk van Einstein. En dat is natuurlijk fantastisch. Een goed voorbeeld van fundamenteel onderzoek. Nu gaan we het hebben over hoe de overheid daarin investeert. Zo hebben we drie geldstromen in Nederland voor het wetenschappelijk onderzoek. De eerste geldstroom die gaat direct naar de universiteit en die mogen dat naar eigen inzicht uitgeven aan onderwijs en onderzoek. En de tweede geldstroom die wordt vooral verdeeld door NWO. En wetenschappers mogen daar beursaanvragen indienen en dan wordt dat geld verdeeld. En de derde geldstroom is geld van externe partijen, de Europese Unie, bedrijfsleven, private investeerders in onderzoek. Nu is het alleen zo dat de laatste jaren steeds meer de universiteiten steeds meer het
geld van de eerste stroom koppelen aan het geld van de tweede en derde stroom. Dus je moet al een externe aanvraag goedgekeurd hebben gekregen. En dan krijg je geld van de universiteit. Voor iedere externe euro wordt 74 cent van de universiteit bijgelegd. Dat is veel geld. Als je dat uitrekent, wordt volgens mij bijna de helft van het geld voor de eerste stroom dus gekoppeld aan extern geld. Dan kan je afvragen, is er dan nog wel geld over voor fundamenteel onderzoek? Daar moet ruimte voor zijn, maar het is ook belangrijk dat er ruimte dus is voor onderzoek dat banen voortbrengt en dat vooruitgang voor het bedrijfsleven betekent. Dus vandaar dat we naar deze stelling gaan. De overheid moet voorrang geven aan onderzoek dat toepasbaar is en banen creëert. Als eerste willen wij heel graag de D66 vragen om er iets over te zeggen. Marijn. Dank u wel. D66 investeert ook uit die berekening gekomen het meest in innovatie en onderzoek. En een deel daarvan willen wij ook reserveren voor fundamenteel onderzoek. Want eigenlijk hoe het oude innovatiebeleid is georganiseerd, is dat eigenlijk al het geld bijna naar de topsectoren is gegaan. En dat zijn verkokerde industrieën. Bijvoorbeeld, je hebt dan een thema energie. En dan stond iemand uit het bedrijfsleven. En die had vroeger bij Shell gewerkt. Hetzelfde geldt voor de topsector chemie. Ook een oud Shellman. Die moest werken aan vernieuwing in de sector chemie. Nou, dan kom je natuurlijk op enorm oude, gevestigde belangen uit. En D66 wil dat juist uitdagen door nieuwe ideeën. Daarom willen we extra geld naar fundamenteel onderzoek. 400 miljoen, om precies te zijn. En daarnaast willen we ook extra geld voor start-ups, MKB, voor hen ideeën. Ik ben hier onlangs nog bij ACE geweest, Amsterdam Center for Entrepreneurship. Nou, ontzettend inspirerend. En ook als je daar langs loopt, dan zie je alleen maar nieuwe ideeën voor voedselvoorziening, nieuwe ideeën voor watervoorziening, nieuwe ideeën voor energievoorziening. Het is allemaal business for the force of good. En daar word ik echt super blij van. En D66 investeert daar dan ook het meest in van alle partijen. Jan Vos. Fundamenteel onderzoek is heel erg belangrijk. En net zoals D66 hebben wij ook gezegd dat daar extra geld naartoe moet. Helaas maar een schamele 200 miljoen, maar toch 200 plus 400 gedeeld door 2. Denk ik, op die 300 miljoen, dat zal niet het springende punt van de formatie worden. En er is in Nederland te weinig geld voor fundamenteel onderzoek en voor het doen van echt wetenschappelijk onderzoek. En dat is onvoorstelbaar belangrijk. Maar tegelijkertijd is het ook zo dat we wel in Nederland moeite hebben om dat onderzoek ook van waarde te laten zijn op langere termijn. Ik zal een voorbeeld geven. In Delft, niet hier in Amsterdam, zijn studenten heel erg goed in solar, onder andere. In nieuwe zon-PV-technieken geweest, heel erg lang. Ieder jaar, als je kijkt naar de Solar Challenge, is het of Eindhoven of Delft die wint. En tegelijkertijd hebben we in Nederland geen elektrische auto. Dat doet Elon Musk in de Verenigde Staten. We hebben ook geen enorme fabrieken met zonnepanelen. Die zitten in China. En we weten dus niet goed hoe we die nieuwe technieken, hoe dat we daar een bedrijf van moeten bouwen. En Erik is hier opgegroeid. Ik heb hier zelf ook 8 jaar gebivakkeerd, toen het Science Park nog maar net bestond. Want ik had zelf een internet start-up. Toen het nog geen start-up heette, maar ik was gewoon ondernemer. Het was ook niet zo hip toen. Maar uiteindelijk heb ik na 8 jaar dat bedrijf weer verkocht. En ben ik hier weggegaan. Dus ik weet hoe belangrijk ondernemen is. En ook hoeveel geld dat je daarmee kunt verdienen. Maar het verbinden van het hoogwaardige onderzoek wat hier gedaan wordt met die bedrijven. Dankjewel. Dat is de toekomst. En dat is vooral zo belangrijk. Omdat als we goede groene producten maken, waar ik het net over had, dan kunnen we in de toekomst als land meer geld verdienen. In Duitsland groeit de cleantech sector met 10% per jaar. In Nederland is dat niet het geval. Waarom is dat niet zo? Dat is gewoon doodzonde. Dus ja, fundamenteel onderzoek. Ja, meer geld daarvoor. Maar tegelijkertijd wel de verbinding maken met bedrijven en echt ondernemerschap. Erik. Volgens mij heeft de SP een vergelijkbaar plan. Ja, wij in tegenstelling tot D66 zijn wij al 1,3 miljard euro kwijt aan het terughalen van de basisbeurs. En daarnaast investeren wij ook nog in onderzoek en ook in fundamenteel onderzoek. Ook in meer vaste banen in het fundamenteel onderzoek. Leerstoelgroepen zijn op het moment te klein, moeten te veel meebewegen met dat wat de omgeving van ze vraagt. En laten we niet vergeten dat waar wij nu staan, in de biologie, in de scheikunde, in de natuurkunde, zonder
fundamentele doorbraken hadden we nooit geweten wat we nu weten. Dus laten we fundamenteel onderzoek niet veronachtzamen. Laten we niet net doen alsof we alles al weten. Want je kunt het zo innemen. Er zijn dingen waarvan we weten dat we ze weten. Er zijn dingen waarvan we weten dat we ze niet weten. Daar doen we onderzoek naar. Maar er is waarschijnlijk ook nog een heleboel waarvan we niet weten dat we het niet weten. En dat moet voor jullie de uitdaging zijn om het maximale uit je brein te halen. En of dat fundamentele onderzoek dat tot een toepassing leidt waar de maatschappij wat aan heeft. Ik hoor. Dat is fijn als dat is meegenomen. Maar dat is niet per se noodzakelijk om de core business van een universiteit zoals de UvA te ondersteunen. Erik, ik hoor vooral een hoogleraar aan het woord. Hoe gaat de SP ervoor zorgen dat dit daadwerkelijk gaat gebeuren? Wat is de maatregel die de SP voorstelt? Nou, we hebben onder onderwijs een heel pakket maatregelen. Uiteraard is dat terughalen van die basisbeurs, dat is een hoofdpunt. En ook het meest relevant natuurlijk voor beginnende studenten. Maar dat maakt geld vrij voor fundamenteel onderzoek. Wij hebben ongeveer 1 miljard staan onder onderzoek, innovatie en hoger onderwijs los van die basisbeurs. En een paar 100 miljoen gaat zitten in het vaste banen creëren in het onderzoek en het hoger onderwijs. Dankjewel, Jan. Ja, 10 miljard. In 15 jaar heeft de Partij van de Arbeid in het programma uitgetrokken. Dus die, I got you there. Ja, ik heb het over per jaar, hè? Structureel. 10 miljard per jaar in 15 jaar oplopend. Ik denk dat de studenten het wel, die hebben een alfa. Nee. Jan, jij zei net, heel belangrijk. Zijn jullie uitgevochten? Jan, jij zei net, heel belangrijk, toepasbaar onderzoek. We willen die elektrische auto hebben. Maar gaat dat dan ten koste van het geld voor fundamenteel onderzoek? Je zei, het kan allemaal samen, maar kan dat wel? Elektrische auto's. Overigens, Erik Smaling en ik hebben 4,5 jaar lang in de Kamer echt... We hebben 125 keer gedebatteerd, gemiddeld een uurtje of 6. We zijn hele goede vrienden geworden. Dat je niet denkt dat... En ook heel veel politiek samen kunnen werken. Die elektrische auto's. In de Kamer hebben we een motie ingediend, die ook door Erik Smaling is ondersteund, wel ingediend door de Partij van de Arbeid, dat in 2025 alle auto's in Nederland emissieloos moeten zijn. Dat is prachtig, maar mijn vraag is... Dat is belangrijk. En die auto's zijn vanaf 2022 maar we hebben goedkoper het dan auto's met een verbrandingsmotor. Mijn vraag is, gaat onderzoek naar toepasbare dingen, dingen die banen creëren, het is heel makkelijk de factchecker. Er is deze week een rapportage uitgekomen die het meest investeert in wetenschap. Ja, gaat dat ten koste van fundamenteel onderzoek? Nee, wij trekken 200 miljoen euro extra uit per jaar voor fundamenteel onderzoek. No matter what. Okay. En in totaal 10 miljard euro dus oplopend in 15 jaar voor hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek. Het wordt allemaal beter. Nou, ze hebben allemaal gezegd wat ze gaan doen. Nu jij nog, Marijn. Ja, ik hoop dat nog iemand kan factchecken dat inderdaad deze week een rapportage is uitgekomen dat D66 het meest investeert in wetenschap. We willen er een kwart bij op het gebied van echte investeringen die echt naar onderzoek gaan, naar innovatie. Dat vinden wij dus belangrijk. Nog even goed om te zeggen dat Rutte 1 en Rutte 2 zowel allebei hebben bezuinigd op het budget, terwijl de OESO adviseert om 0,1% van het nationaal budget daarin te investeren. En D66 doet dat dus niet. En GroenLinks, jullie bezuinigen dan op die start-ups. Dus dat vind ik ook jammer, want ik heb het idee dat je daar juist die klimaatverandering juist wel mee aan kan. En vind ik jammer dat ze hier niet aan tafel staat, maar dat wilde ik nog even gezegd hebben. Oké. Ik denk dat we doorgaan naar de volgende stelling zometeen. Dat betekent dat we op de bank gaan kijken wat de partijen vinden. De overheid moet voorrang geven aan onderzoek dat toepasbaar is en banen creëert. We zien VVD en GroenLinks tegenstemmen en de Partij voor de Dieren voor. En wat vindt het publiek? Jan, doe jij ook even je vraag. Ik denk dat de Partij voor de Dieren de verkeerde vlag omhoog stak. Ja. Precies. Ja, iedereen is tegen. Oké, de volgende stelling. Dit gaat geen pijnpunt worden tijdens de onderhandelingen. Oké, de volgende stelling is de laatste alweer van vandaag. Die gaat over het onderwijs. Het belangrijkste onderwerp voor jullie, heb ik geld de komende jaren? Of tenminste, niet meer voor jullie, maar voor de aankomende studenten. In 2015 is het studievoorschot, zoals het mooi heet, het leenstelsel, zoals het iets minder mooi heet, ingevoerd. Dat betekent dat studenten nu dus geen basisbeurs meer krijgen, maar hun geld lenen en achteraf moeten terugbetalen aan de overheid, dan wel onder
redelijk gunstige voorwaarden. Hiermee moet nog meer geld vrijkomen voor verbetering van het hoger onderwijs. Dat komt in 2018. Maar het betekent ook, laten nu al de eerste cijfers zien, dat de kansenongelijkheid voor het hoger onderwijs toe is genomen. Minder kinderen van laag opgeleide ouders zijn gaan studeren in 2015, ook al zijn dat pas de eerste cijfers. En daarom hebben wij de volgende stelling. Eens kijken, Tessa. De volgende stelling. Het leenstelsel moet worden afgeschaft en de basisbeurs moet weer worden ingevoerd. En we hebben twee partijen aan tafel staan die hem hebben ingevoerd. De VVD en GroenLinks. En de Partij voor de Dieren is het daar volgens mij niet mee eens. Maar ik wil graag beginnen met GroenLinks. Waarom moet dat niet? Ja, het leenstelsel is wat ons betreft een eerlijk systeem. Maar het kan en moet nog eerlijker dan het nu is. Waarom is het een eerlijk systeem? Het is een eerlijk systeem omdat iemand die gestudeerd heeft, dat er gaat een gouden toekomst voor jullie allemaal, die verdient gemiddeld 1,5 keer zoveel dan iemand die niet gestudeerd heeft. Studeren kost een hoop geld en het is wat ons betreft eerlijk om dat te verdelen en ook de mensen die uiteindelijk meer gaan verdienen daaraan te laten meebetalen. Het is ook belangrijk dat iedereen kan studeren en ook op het moment dat je ouders geen of heel weinig inkomen hebben, dat je dan ook kunt studeren. Daar zijn al een aantal dingen op dit moment voor ingebouwd. Hè. Er zit iets in als een aanvullende beurs. Op het moment dat je ouders echt weinig verdienen, kan je een aanvullende beurs krijgen. Wat ons betreft gaat die aanvullende beurs omhoog en wordt ook de groep die daar aanspraak op kan maken groter. Wat er tegelijk gebeurt is met de invoering van het leenstelsel, is dat de leningen die bijna alle studenten al hadden, dat een stuk coulanter is geworden. Het was zo dat op het moment dat je een minimumloon verdiende, of daar zelfs nog onder, dat je dan nog steeds moest terugbetalen. Dat hoeft nu niet meer. En wat ons betreft is dat wel winst. Ook hoeveel iemand die uiteindelijk een baan heeft gekregen aan dat terugbetalen van die lening betaalt, kon wel 12% zijn en is nu gemiddeld nog maar 1%. Dus in die zin zijn die regelingen heel veel eerlijker geworden. Wat ons betreft moet het nog een stuk eerlijker. En we hebben ook een aantal andere ideeën om het hoger onderwijs nog toegankelijker te maken. Zoals in twee stappen verlagen van het collegegeld. Eerst een kwart omlaag deze kabinetsperiode en een kwart daarna de volgende kabinetsperiode. Kan niet wachten. Frank, waarom moeten we wel? Nee, de Partij voor de Dieren is helemaal tegen het leenstelsel en kan ook uitleggen waarom. We hadden het net over het belang van onderzoek, maar voor die onderzoekers, dat zijn wel studenten die later het onderzoek ingaan, maar die studenten moeten er wel zijn. En door dat leenstelsel blijkt heel terecht dat heel veel studenten niet een lening aandurven. Het blijkt uit cijfers, een enquête onder 45.000 studenten, dat de helft niet meer op kamers gaat, want dat is te duur en dan moeten ze een lening aangaan. Dat durven ze niet. Natuurlijk niet. Want op het moment dat je begint aan een studie, is het nog allerminst zeker dat je hem afmaakt. En als je afhaakt en je komt uiteindelijk te zitten met een studieschuld van 5.000 of 10.000 euro, ongelofelijke drempel. Als ik even naar mijn eigen situatie kijk, ik heb in Utrecht biologie gestudeerd, ik woon in Zuid-Limburg. Voor mij zou het onmogelijk geweest zijn om op kamers te gaan. En dus had ik niet aan die studie kunnen beginnen. Niet erg om heel veel in de trein te zitten, maar ik heb onderzoek gedaan. En in dat onderzoek, ik heb met cellen gewerkt. Dat zijn levende cellen. Dat waren onderzoeken die duurden 16 uur lang. En met voorbereiding en afhandeling begonnen die onderzoeken om 9 uur 's ochtends. En die duurden tot 2 uur 's nachts. Ik heb het met plezier gedaan. Maar dat betekent dus dat ik inderdaad al om 7 uur op mijn fietsje zat. En om 3 uur thuis was. Het zou volkomen onmogelijk zijn geweest om die studie te doen zonder dat ik op kamers had gewoond. Voordat we naar de ik had kunnen lenen, maar van tevoren weet je natuurlijk niet of je die studie afmaakt en of je die topbaan wel krijgt. Dus uit die enquête blijkt dat de helft van de studenten niet meer op kamers gaat. En dat is de barrière, dat is die hele grote drempel. Die drempel wil de Partij voor de Dieren niet. Daarom zegt de Partij voor de Dieren terug naar die oude studiefinanciering en geen leenstelsel. Want je brengt een ongelofelijke barrière, werp je op. Voor we naar de VVD gaan, Huib, hoe nemen jullie die angst weg bij studenten? Ik kan me heel goed voorstellen. Nou, ja, ik denk op twee manieren. Het ene is dus inderdaad door die regels nog verder te versoepelen. Dat is een hele belangrijke, dat voor de mensen die echt ouders hebben die echt weinig verdienen,
En ook door daar die aanvullende beurs voor beschikbaar te stellen en die aanvullende beurs ook te verhogen. En het andere is, op het moment dat je het collegegeld verlaagt, dan wordt voor iedereen die drempel lager. Een andere is denk ik ook, als je kijkt op dit moment een tweede studie, is natuurlijk ook heel onaantrekkelijk. Dat is belachelijk hoge collegegelden die daarvoor worden geheven, willen wij ook gewoon aftoppen. Kijk, en het is wel een beetje van 1 naar 2. Als je naar je kan het geld 1 keer uitgeven. Wat ons betreft, als ik zelf bijvoorbeeld naar mijn eigen situatie kijk, maar kinderen zijn nu 12 en 14. Op het moment dat die op een gegeven moment gaan studeren, hoeven ze van mij echt niet een basisbeurs te krijgen. Dat kan ik met mijn inkomen betalen. Ja. En ik zou het echt onrechtvaardig vinden als zij dan wel weer zo'n basisbeurs zouden krijgen. En dat is denk ik de andere kant van de medaille. De VVD. Ik heb zo'n voorgevoel dat Ik was net niet aan de beurt, maar om even te beginnen bij de context. De afgelopen jaren moesten we om uit een crisis te komen op ongeveer alles in dit land bezuinigen. En zijn er heel veel belastingen omhoog gegaan. In tegenstelling tot wat kennelijk tot de campagne-instructie van D66 behoort, is er op 1 onderwerp niet bezuinigd de afgelopen 4 jaar. Dat is onderwijs. Dus dat even als eerste. Ten tweede, en dat is even weer op macroniveau, wat we hebben gedaan met die... Het afschaffen van die basisbeurs is die 1 miljard die daaruit vrijkwam, en dat vergat mijn collega van GroenLinks nog eventjes, rechtstreeks weer geïnvesteerd in de kwaliteit van het onderwijs. Dat is geld dat in 2018 vrijkomt. Daar is nog niks van geïnvesteerd. Rechtstreeks wordt dat geïnvesteerd in de kwaliteit van het onderwijs. Dat is 2. Nu even mijn persoonlijke noot, want dan kan ik ook even over mijn studietijd. Ik kom niet uit een rijk gezin. Ik... heb niet veel gewerkt naast mijn studie, omdat ik heel veel andere maatschappelijke nevenactiviteiten deed. Nou, dat betaalt zich nu uit, want dan sta je op 44 bij de VVD. dus ik heb me helemaal suf geleend. Maar ik was van de week in debat met een collega van het CDA. En die wil de basisbeurs terug tot de bachelorfase. En die zei, ja, maar wij willen kinderen niet opvoeden met het idee dat het goed is om schulden te hebben. Kwam dat vingertje weer. Ik stond bijna het Wilhelmus te zingen. En toen zei hij, ik wil mijn kinderen niet opvoeden met het idee dat het goed is om schulden te hebben. Toen zei ik, en dat is wat er mis is. Toen ik ging studeren, heb ik altijd gezegd en geloofd en erop vertrouwd dat een lening iets is wat je doet als je een auto koopt. Of een wasmachine die je niet meteen kunt betalen. Dat is een lening. Want dat wordt namelijk minder waard. En dat is een schuld. Maar ik wil niet langer dat we kijken naar de investering in een opleiding als een schuld. Dat is een investering. Het werd terecht gezegd, we hebben een heel redelijk terugbetalingsmodel. We moeten echt naar kijken, want we moeten in de gaten houden. Even geen misverstand erover. Je ziet nu dat effect van beleid is dat mensen terughoudender worden. Het zou ook gek zijn, hè, als je beleid wijzigt dat het geen effect heeft in de samenleving. Dan weet je zeker dat beleid niks doet. Dus natuurlijk zie je dat er terugloop is. Wij rekenen erop, wij gaan ervan uit dat tijdelijk is. Dat jullie horen van mensen zoals mij en mijn buurman daar, dat het een goed idee is om te investeren in je opleiding. Dat de beste investering is die je in je leven kunt doen. En dat het dan vervolgens zo gaat zijn dat die samenleving zijn gedrag gaat aanpassen en dat studenten durven weer. Als dat niet het geval is, moeten we echt kijken naar wat er is te doen voor kwetsbare groepen. Maar mind you, voor kinderen van ouders met een inkomen tot modaal, hebben we een aanvullende beurs. Hè? GroenLinks zegt, daar willen we nog meer voor doen. Wij kiezen, wij maken die keuze niet. Ja. Maar we hebben voor de allerarmsten hebben we al iets geregeld. Dus ik sta pal voor deze keuze. Oké, jullie zeggen, het is een investering. Het is een investering. Dan ben ik als student wel gek als ik filosofie ga studeren. Ja. Wat een ontzettend slechte investering. Zijn jullie dan ook voor dat meer mensen een beetje de studies doen die lekker veel geld opleveren? Ik wil niemand beperken in zijn studiekeuze. Weet je wat ik heb gestudeerd? Bestuurskunde. Oké, gegarandeerd word je ambtenaar. Dat ben ik dus niet geworden. Leuk zo'n beta-debat. Ah, ik ben geloof ik de enige alfa. Bestuurskunde. Nee, maar ik heb die keuze niet gemaakt omdat die veilig was. En ik zal niemand oproepen om een keuze te maken omdat die veilig is. Ik roep mensen op een keuze te maken die bij hen past. Ik was op mijn 15e, 16e gepassioneerd voor alles wat met overheid, de publieke zaken en politiek te maken had. Dat ben ik nog steeds, daarom sta ik op die lijst. Dat is mijn passie. Als jouw passie onderzoek is, word onderzoeker. Geld is niet het enige. Echt niet. Oké, Frank?
Ik wil toch even reageren, want ik hoor een heleboel wishful thinking. Ik hoor een heleboel, ja, maar dat leenstelsel, we gaan de voorwaarden aanpassen. De studenten kunnen wel lenen en ze moeten het durven. Kijk naar de cijfers. Er wordt niet geleend omdat studenten bang zijn om die lening aan te gaan, omdat ze niet kunnen terugbetalen. En ik ben zelf een beta. Ik weet, ook als ik naar vrienden kijk, de meeste beta's die worden beta, bijvoorbeeld om onderzoeker te worden of om ergens beleidsmedewerker te worden, maar dat zijn geen banen waar je een topsalaris krijgt. De meeste mensen die ik ken, die beta zijn, die willen onderzoek doen en daar gaat hun hart naar uit. Dat zijn geen banen waar je een super salaris voor krijgt, dus je moet heel lang misschien en doorgaan dus met de terugbetaling. Het laatste woord is voor Huip. Uiteindelijk, kijk, we kunnen zeggen, we gaan investeren in fundamenteel onderzoek. Hartstikke goed wil de Partij voor Dieren ook, maar investeren in onderzoek heeft geen zin als je niet investeert in studenten. Huip. Nee, maar kijk, Het is, uiteindelijk is het wel zo dat iemand gestudeerd heeft gemiddeld anderhalf keer zoveel verdiend als iemand die niet gestudeerd heeft. Gemiddelden. Wij vinden als GroenLinks ook dat je veel meer moet investeren in het onderwijs. 2,8 miljard extra. En het is natuurlijk, wat ons betreft is het systeem gewoon eerlijk. En het is ook zo, als je kijkt naar de instroom, want dat is inderdaad heel belangrijk om daar eerlijk naar te kijken. En het was zo, toen het was ingevoerd, dat inderdaad even de instroom wat terugliep. Maar dat had ook te maken met gewoon tijdelijke effecten. Studenten die hun stage anders planden, dat soort zaken. Je ziet nu, de laatste cijfers afgelopen jaar, dat de instroom weer boven het niveau zit van voor de invoering van het leenstelsel. Dus het is niet zo dat je kan, en als dat ook niet zo zou zijn, zouden wij ook de eerste zijn om te zeggen dat het systeem zouden moeten veranderen. Heb je daarvoor gecorrigeerd voor de buitenlandse studenten? Want volgens mij is dat juist degene die die verhoging veroorzaakt. Ook daarvoor gecorrigeerd. Oké, we gaan even afronden. Dus we gaan even kijken wat de partijen op de bank hiervan vinden. Het leenstelsel moet worden afgeschaft en de basisbeurs moet weer worden ingevoerd. Mag ik de vlaggetjes zien? Jan, vlaggetje. Eens kijken, de D66 wil dat niet, SP wil dat wel en de PvdA wil dat ook niet. En in het publiek zien we ook dat het grootste deel van de mensen voor het leenstelsel is. Het leenstelsel moet blijven, vindt het publiek. Of er moeten nog hele gekke dingen gaan gebeuren, maar ik denk het niet. We gaan naar het einde. We gaan naar de afronding. We hebben 5 stellingen gehoord, allerlei meningen. Om iedereen nog even in het zonnetje te zetten, mag ieder een halve minuut zeggen waarom wij op zijn of haar partij moeten stemmen. Kom erbij. Het zou mooi zijn als we dat in andersom de volgorde kunnen doen als wat we in het begin deden, maar ik weet het niet meer uit mijn hoofd. Nee. Dus wie was laatst, jongens? Marijn, je mag beginnen. Marijn mag beginnen dan. Allereerst supermooi dat het hier zo ontzettend vol is en dat jullie zo aandachtig meeluisteren. Ik hoop dat jullie inmiddels de factcheck hebben kunnen doen. Het stond gisteren in het NRC. D66 investeert inderdaad het meeste in innovatie en onderwijs. En daarnaast hebben wij dus ook het beste programma voor het klimaat. Doordat wij 36 megaton aan CO2 besparen. En degene die daarna komt, 26 megaton, is GroenLinks. Dus echt, D66 heeft een prachtprogramma waar ik met trots achter sta. Dus stem alle progressief op D66 voor een goed klimaat, beste innovatie en ook goed vluchtelingenbeleid. We hebben het ook over gehad. Yes, dankjewel. Dankjewel voor je tijd ook. Jan moet weg, dus hij mag Jan nu. Jan moet weg. Lieve mensen, je kunt straks gaan stemmen en dat is een prachtig recht in deze democratische samenleving. Ik heb natuurlijk het liefst dat je hierop stemt. Maar wat ik aan jullie wil vragen is om je toekomst zo in te richten dat je zelf een bijdrage levert aan die samenleving. En het maakt niet uit op wat voor manier, maar zorg ervoor dat je de grote maatschappelijke problemen die je ziet, dat je die oplost. En durf daarbij de lat hoger te leggen dan dat je denkt dat die zou kunnen liggen. Want je kunt zelf heel veel betekenen in de wereld. Ik heb de afgelopen 4,5 jaar als Kamerlid het privilege gehad om heel veel bijzondere mensen te mogen ontmoeten die allemaal iets gemaakt hebben van hun leven. En ik weet dat het in ieder individu zit om dat ook zelf te doen. Dus ik wil jullie vragen, draag je steentje bij. Jullie zijn toch een beetje de elite van dit land. En zorg ervoor dat Nederland en de wereld mooier zijn als je afscheid neemt van het leven dan dat het nu is. Heel veel succes met kiezen straks. Dankjewel Jan. En bedankt voor je komst. Dan gaan we verder met Wie is de volgende, Tristan? Ik denk dat Erik de volgende is. Erik Smaling, SP. Ja. Ja, mensen, ik denk dat de SP kun je samenvatten als het verschil tussen een maatschappij en 17 miljoen individuen. En wij denken dat een maatschappij meer is dan de som van 17 miljoen individuen. Jullie zijn redelijk geprivilegeerd. Als jullie succesvol door de studie komen, hebben jullie waarschijnlijk een redelijk goede baan. Waarschijnlijk ook een bevredigende baan, dat hoop ik althans. Maar neem mee, maak nu ook de lol die je moet hebben als student. Ontwikkel je en word wie je
wil zijn. Maar hou in de gaten dat er in dit land ook mensen zijn die wat minder worden toegelachen door het leven. Mensen die in februari al door hun eigen risico heen zijn. Mensen die de huur amper kunnen betalen. Mensen die graag met een 65e met pensioen zouden gaan, maar dat nu niet meer kunnen. En denk na hoe je daar invulling aan kan geven, hoe je kan bijdragen aan een Nederland waarbij de meeste mensen lachend over straat gaan. Dat is nu helaas niet het geval, maar onze taak is, en ik hoop dat jullie je dat ook willen overnemen, dat dat wel weer gaat gebeuren. Veel succes, dank jullie wel en in ieder geval 15 maart naar de stembus. Dankjewel. David, wie krijgen we nu? Mag ik kiezen? Ik kies Huip. Ja? Ja, Nederland is een prachtig land, is een van de rijkste landen van de wereld. Maar wat heel erg jammer is, is dat die rijkdom veel te oneerlijk verdeeld is. En dat vraagt echt om andere keuzes. En wat ook heel erg is, vind ik, waar ik me echt zorgen om maak, is dat die rijkdom ten koste gaat van volgende generaties en van een leefbare toekomst voor ons allemaal. En om dat te veranderen, moeten we durven om echt fundamenteel andere koers te varen dan afgelopen jaren gedaan is. Dat betekent een flinke vergroening van belastingstelsel. Dat betekent ook de belasting op arbeid enorm verlagen. Alleen dan zijn we klaar voor de toekomst. En daarom zou ik zeggen, stem op 15 maart. Stem sowieso. Maar ik zou zeggen, stem GroenLinks, want het is tijd voor verandering. Dank jullie wel. Dank je wel. Volgens mij is mijn beurt, toch? Ja. Ik wil heel graag weten waarom we met z'n allen op de VVD moeten stemmen. En misschien wel op Jeroen. Ja, zullen we bij het eerste beginnen? Okay. Ik heb nog genoeg zendingswerk te doen hier. Even ter herinnering, mensen. Wij komen na 5 jaar uit de diepste economische en financiële crisis sinds de jaren 30. Als ik met mensen op straat spreek, dan lijkt het alsof mensen het alweer vergeten zijn. Als je kijkt naar waar wij staan op allerlei internationale lijstjes, gezondheidszorg, innovatief vermogen, geluk, welvaart van kinderen, zorg voor ouderen, staan wij overal in de top 10 en vaak in de top 5 en soms zelfs in de top 3 of op 1. We staan er beter voor dan voor die crisis en we staan er heel goed voor om een aantal van die vraagstukken waar we ons vandaag met elkaar over hebben uitgesproken in een fatsoenlijk debat, om daar met elkaar werk van te maken. Ik behoor niet tot een partij die wegkijkt voor de problemen waar we het vandaag over hadden. Vluchtelingen, klimaat, onderwijs. Ik behoor ook niet tot een partij die doet alsof er gratis geld is. Ik werk graag met mijn partij aan oplossingen die werken. En volgens mij hebben wij de afgelopen jaren laten zien dat we dat kunnen. En daar willen wij samen met al die partijen die dat met ons doen, zoals ze dat de afgelopen jaren deden, D66, GroenLinks, Partij van de Arbeid, wat was het, CDA? Nou ja, goed, die. Willen we daar verder werk van maken. Ik weet dat er onder jullie niet veel zijn die VVD stemmen. Hopelijk nu iets meer dan voor het debat, maar ik heb mijn verwachtingen laag bijgesteld. Maar jullie kennen allemaal wel mensen in je omgeving, al zijn het maar je ouders of vrienden, die VVD stemmen. En als je dan denkt, nou jongens, als je dan toch op die verschrikkelijke partij moet stemmen, stem dan op die ene vent die ik gezien heb. Nummer 44, dames en heren. Dank jullie wel. Dank jullie wel. Het allerlaatste woord voor Frank. Ja, ik vind het fascinerend om te zien hoe lang 30 seconden kan duren. Dat wou ik even gemeld hebben. Ik probeer mijn 30 seconden iets korter te maken. Nou, we gaan volgende week stemmen. We hebben een hele ruime keuze. Tientallen partijen. En die partijen hebben één ding gemeen. Ze komen allemaal op voor het belang van de westerse mens. Voor de Nederlander, voor de westerse mens. Er is één partij die verder kijkt. Er is één partij die kijkt naar het belang van de aarde. Het belang van de kwetsbare dieren, natuur, milieu, ecosystemen, klimaat. En dat is de Partij voor de Dieren. Omdat we zeggen, er is maar één aarde. Er is maar één planeet. En omdat er maar één planeet is, er is geen planeet B. En daarom moeten we voor plan B gaan. En laat nou toevallig ons verkiezingsprogramma zo heten. Dus als je op 15 maart gaat stemmen, denk dan ook verder dan de belangen van de westerse mens. Denk aan de belangen van de planeet. Denk aan de manier waarop onze veeteelt, bijvoorbeeld in Zuid-Amerika, hele grote impact heeft. Denk dat het allemaal verder gaat dan de grenzen van Nederland. En stem Partij voor de Dieren. Als je dat doet, mag je op kandidaat nummer 4 stemmen. Oké. Het was ook een lange 30 seconden. Een heel groot applaus voor alle Kamerleden en Kamerleden in spe. En dan gaan we
Dan gaan we jullie nog één keer vragen op wie jullie gaan stemmen. Misschien is dat wel veranderd. Oh jee. Oh jee, daar gaan we. Druk op die knoppen. Druk op die knoppen. Ja. GroenLinks wint. Jullie kunnen ook stemmen, hè, Kamerleden. Kamerleden. Huip is aan het stemmen. Is er iemand die van mening is veranderd? Is kan je hand die... opsteken als je van mening bent veranderd? Weinig mensen. Nee, eigenlijk helemaal niemand. Hebben jullie het toch niet zo goed gedaan? Iedereen gaat hetzelfde stemmen? Ah, wil je wat zeggen? Liever niet. Oké. Okay. Ik denk dat we een goed beeld hebben van waar mensen op willen stemmen. Dan is het nu tijd om daadwerkelijk af te ronden. Ik hoop dat de kandidaten zometeen nog tijd hebben om wat vragen te beantwoorden of om iets te bespreken. Als ze weg moeten, dan is dat helaas zo. En David, aan jou om... Ik mag nog wat zeggen. Nou, 26 april, dan moeten jullie hier allemaal weer komen, want dan gaan we het hebben over antidepressiva. Heel belangrijk. En klap nog even voor de partij op wie je gaat stemmen. Dan wordt het misschien nog harder. Of klap voor ons. En succes op 15 maart. Dank jullie wel.